Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Discussies over homoseksualiteit, vrouw in het ambt, hoe lees je de Bijbel? Het rommelt in verschillende gereformeerde kerken. Inmiddels stellen we honderden voormalig vrijgemaakten die niet blij zijn met de nieuwe Nederlandse gereformeerde kerken, want veel te vooruitstrevend, en die het liefst een nieuw kerkelijk thuis zouden willen. We zien plaatselijke christelijk gereformeerde kerken die vrouwen toelaten in de ambten, terwijl het landelijke kerkverband dat verboden heeft. Luister ook even naar de podcast van 2 weken geleden. Zeker. En in tal van protestantse kerken en gemeenten wil de een het liefst het allemaal een stuk evangelischer en wil de ander het liever bij de oude vertrouwde gereformeerde liturgie houden. Hoe moet dat allemaal verder? Nou, de christgereformeerde hoogleraar Herman Selderhuis kiest voor een radicale oplossing. Herverkavelen van al die kerken. Dus opnieuw indelen. Een forse reorganisatie, zou je kunnen zeggen. Welkom Herman, leuk dat je er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ben jij over 10 jaar nog christgereformeerd? Als ik er daar nog ben, dat hoop ik wel, ja. Ja? Als de christgereformeerde kerk er dan ook nog is. Ja, maar dat laatste inderdaad. Ik hoop natuurlijk zeker dat jij er bent. Maar Zou de christgereformeerde kerk er nog zijn, denk je? Ja, nou, ook als ze niet meer zijn, dan ben ik nog christgereformeerd. Ja, dan blijf je gewoon ik dat begin zo gewoon van mezelf. Ik begin van mezelf. Ja, wat is dan christgereformeerd voor jou? Nee, ja, het is een kerk die gereformeerd wil zijn, die in de wereld wil staan, die leeft vanuit de traditie, op grond van de schrift, die een beetje apart in elkaar zit, met vele uitgangen, vele ingangen. En toch een heel mooie kerk, Bijbelse kerk, een gezellige kerk, ook een problematische kerk. Zeggen, als je ze opzonder, dan moeten we er helemaal niks aan doen. Ja, dan moet het gewoon lekker zo blijven. Maar... Nee, gezellig en problematisch past ook bij mezelf. Dus ik denk, pas goed bij gereformeerd. Ja. Gezellige en problematische kerk. Maar er is ergens wel een probleem. Ja, er is een probleem. Het is een probleem dat de diversiteit binnen de christelijke kerk nog nooit zo groot geweest is als nu. En we hadden al veel variatie, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar nu krijgen we een situatie dat er gemeenten zijn die zeggen, ja, de synode heeft het wel besloten, maar wij kunnen dat niet dragen, we kunnen het ook thuis niet verkopen. Over vrouwen dus in het ambt specifiek dan, hè? Vrouwen inderdaad. Dus vrouwen als ouderling. Minder over homoseksualiteit, maar vrouwen in ambt is toch wel het thema vandaag. Ja. Want homoseksualiteit is gewoon het volgende thema, toch? Dat is het volgende, en daar komt misschien weer een volgend thema uit. Hè? Dus dat hoeft niet het laatste te zijn. Nee. Het kunnen ook nog fundamentelere zaken zijn, hè, over de leer van de kerk, bepaalde opvattingen. Ja. Dus er is heel veel in beweging. Het lijkt alsof de een de ander niet meer begrijpt of wil begrijpen. We zien dat ook bij stemmingen op de synode. Je zingt met elkaar, je bidt met elkaar. En dan blijkt toch in de discussies dat je soms wel heel ver van elkaar afstaat. Ja. Ook al zeg je dat je allebei van de schrift uitgaat. Dus dat is wel lastig. Ik vind het ook wel verdrietig zoals het nu gaat. En de christgereformeerden zijn niet de enige met dit probleem. Want ik bedoel, je hebt ook bij de Nederlandse gereformeerden, en ik denk ook in de Protestantse kerk, bij de gereformeerde bond en zo, zie je hetzelfde soort dynamieken. Ja, je ziet binnen die kerkverbanden een grotere diversiteit dan men kende. En ook dat er op toch wel belangrijke punten verschillende beslissingen worden genomen, waardoor die gemeenten binnen zo'n kerkverband wat uit elkaar komen te staan, wat tegenover elkaar komen te staan. En de grote vraag is, ja, hoe los je dit nu op? Hoe ga je nu verder met elkaar? Wil je al verder met elkaar? En voordat we daar inderdaad bij die oplossing komen, zijn het zulke belangrijke punten waar nou verschil van mening over bestaat? Ja, het is belangrijk. Hè? We hebben in de geschiedenis van die gereformeerde, reventorische kerken lange discussies gehad over zaken die wezenlijk en niet wezenlijk zijn. Ja. En de meeste problemen ontstonden over zaken die niet wezenlijk waren. Omdat de een zei, het is niet wezenlijk, dus we doen het wel. En de ander zei, het is niet wezenlijk, dus we doen het niet. Belangrijk zijn de zaken in die zin dat als het om die thema's van homoseksualiteit en nu dan met name vrouwen ambt gaat, het gezien wordt door een groot deel van, dat is een andere visie op de Bijbel. Ja. Dus het gaat maar niet om een thema voor een ambt, het gaat over hoe je naar de Bijbel kijkt. En dan wordt het heel fundamenteel. En dan wordt het fundamenteel. Ja, en dat geldt voor homoseksualiteit weer hetzelfde. Ook daar gaat het niet... Daar geldt hetzelfde. Dus het gaat over de acceptatie van homoseksuele relaties en dergelijke. Ja. En ook daar gaat het dan weer over wat laat de Bijbel nou toe of niet toe. Ja, en beide partijen, of beide misschien zijn er wel 3 of 4 of 5, die zeggen allemaal met overtuiging en geloofwaardigheid, maar wij willen uitgaan van de Bijbel. Dat is mooi, maar dan heb je wel een probleem van hoe lees je de schriften. Dat is de heel oude vraag. Ja. Ja. Maar waarom is dit volgens jou echt iets van de laatste jaren? Je zei van die diversiteit is nog nooit zo groot geweest.
Hoe komt het, waarom gebeurt dat nu zeg maar de laatste 10, 20 jaar? En is dat 100 jaar, was dat 100 jaar geleden geen of veel minder een issue? Ja, ik ben niet zo goed in analyseren van dit soort problematieken. Ik denk dat het te maken heeft met dat er heel sterk een accent is gekomen op de plaatselijke kerk. Hè? Wat doen we als plaatselijke christenen met elkaar? Dus dan kom je in aanraking met verschillen. Mm. En dat daardoor ook het besef van wij zijn onderdeel van een landelijk verband minder wordt. Betrokkenheid op organisaties is, dat is niet alleen bij de kerk, dat is bij de ANWB net zo. Dat is overal. Ja, ja. Mensen maken andere keuzes, maken eerder een keuze van, ik vind het niet zo prettig hier, ik ga ergens anders naartoe, ik word er een ander lid, ik kijk een andere wedstrijd, andere film. Ja, dat speelt in de kerk ook een rol. Dat zijn gewoon gegevens en daar heb je rekening mee te houden. Ik denk dat ermee te maken heeft en het zal ook wel versterkt worden door dat een synode besluiten kan nemen waarvan jij als gemeente of jij als kerk weet, ja, maar daar sta ik helemaal niet achter. Nee. En dat wil ik ook niet. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Want dan kom je bij die kwestie van autonomie. Van ik lees de Bijbel op deze manier. Dus wie ben jij dan? Wie zijn jullie dan? Wie is dan dat landelijke verband? Om tegen mij, tegen ons te zeggen dat ik dat niet op die manier mag. Ja, ja. Ja, ja. Ik weet niet of het meteen autonomie is. Het kan ook een stuk onvrede zijn. Een stuk besef van, ja, jullie begrijpen niet hoe het in onze gemeente is. Ja, als we het even vergelijken met de protesten van de boeren. Er worden landelijke besluiten genomen, politieke besluiten genomen. En de boeren zeggen, ja, maar jullie snappen helemaal niet wat hier aan de hand is. En dus wij gaan demonstreren. Of wij gaan toch onze eigen gang. Nou, dat is in een land, hè, in politiek, met een wet, is dat wat lastiger. Dus dat speelt een rol. En ik denk, ik moet natuurlijk voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar ik denk dat we ook voor ons niet hoor, maar voor jullie niet. Mag je gewoon zeggen wat je wil. Verder hoort toch niemand dit. Maar er is een. We praten hier gewoon onder ons met z'n drieën. Ja, niemand die meeluistert. We hebben te maken met een groeiende besef aan kennis. Onkunde klinkt meteen negatief. Ik zit met de Theologische Universiteit in een Europees project over religious illiteracy. En ik maak dat zondags mee als mensen aan mij vragen. Nou, dominee, welke gemeente staat u? Ik zeg, ik sta niet in de gemeente. Ik ben. Wat doet u dan voor werk? En oh ja, Apeldoorn, oh ja, wat interessant. En dat moet ik uitleggen in Christusvermeerde kerken. Ja, dus en ook even in deze podcast. Je bent inderdaad hoogleraar in de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zeg het zelf maar, want de introductie is er niet meer mee. Precies. Dus, ja. En een specialist kerkgeschiedenis ook. Maar, ja. Dus dat is een lijn met mindere betrokkenheid. Ja. Maar er is ook een minder kunde over hoe zit nu een kerk in elkaar. Ja. Wat is een kerkverband? Wat speelt er allemaal? En dat is ook merkbaar in discussies. Hè, ik wil niemand tekort doen, maar als ik in een discussie in een gemeente hoor over vrouwennaam, van ja, ik weet niet zo goed wat in de Bijbel staat, maar ja, waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Ja, dan denk als je zo'n discussie gaat hebben over de leer van de drie-eenheid, en iemand zegt, ja, waarom doe je daar nou zo moeilijk over? Ja. Wat maakt dat nou uit? Dat is een andere, maar dat speelt een rol. Ja. Ja. Maar dat zijn nog wezenlijke thema's. Ja, maar je zegt nou die autonomie, dat weet ik niet helemaal. Tegelijkertijd is dat natuurlijk altijd wel in het protestantisme. Ik bedoel, ja, ik wou zeggen, je kent de kerkgeschiedenis beter dan Daniel en ik samen. Maar is dat natuurlijk altijd in de reformatie een heel belangrijk uitgangspunt geweest. Ik tegenover God, daar zit geen kerk tussen. Nee. En bedoel, dus geen kerk die bemiddelt, maar ook kerkelijk leergezag. Ik vind het mooi dat jullie over de reformatie beginnen natuurlijk. Ja, ik wil even met jou over de reformatie praten. Ja, ik vind het fijn. Ik praat liever over de geschiedenis dan over vandaag en de toekomst. Nee, maar nou dat punt van Luther. Hè. Luther op de Rijksdag. Ja. 1520. Luther staat er op die Rijksdag en die zegt dan, voor de schrift en voor mijn geweten kan ik niet herroepen. En dat is denk ik wat ook in gemeenten speelt, bij kerkraden speelt. Los van wat ik ervan vind. Maar die zeggen, ja, jullie kunnen wel als synode, hè, lees Luther, als gehele kerk dat zeggen. Maar ik kan het voor mijn geweten en zoals ik de Bijbel lees niet verantwoorden. Dus op zich is dat een Luthers standpunt om het zo te doen. En dat moet ons brengen, maar je woont nog niet naar de oplossing toe, naar het gesprek over, ja, hoe reformatorisch zijn wij eigenlijk? Hoe gaan we om met de schrift? Zijn we in staat om te gaan met verschillen? En dat is, nu we het toch over Luther hebben, het is mooi dat hij dat gezegd heeft. Tegelijk laat hij geen enkele ruimte voor iemand die ook maar iets anders denkt dan hij. Dus hoe
Dus je kunt alleen maar in een kerk met gelijkgezinden zitten die op dezelfde manier de schrift lezen en bij wie het geweten dus op dezelfde manier spreekt. Ja, en dat is, ik citeer maar even Luther, dat is de meest duivelse kerk waarin iedereen het met elkaar eens is. Want dan, de duivel die zorgt voor verdeeldheid en strijd, als je het allemaal met elkaar eens bent, is een slecht teken. Maar ja. Misschien heeft de reformatie wel de aanzet gegeven voor zulke kerken. Vanwege die versnippering. Nou, vanwege het model. Ja. We hebben Luther. De Lutherse model is top-down. Dus daar werken ze met bisschoppen. Dan heb je geen ouderlingen, geen diakenen, zoals in het Calvijnse kerkmodel. Er is maar één functionaris, dat is de predikant. Het model waar wij in de CGK over spreken, en in de Reformatorische Kerk, zeg maar de protestantse kerken in Nederland, is het model waarin ieder evenveel te zeggen heeft. Mijn moeder heeft net zoveel te zeggen als de rector van Apeldoorn. Zo zit het in elkaar. En ik geef de voorkeur aan wat mijn moeder zegt, maar dat is een ander thema, daar willen we een andere keer over hebben. En ook dat model dat ieder het recht heeft tot aan het breedste orgaan, de synode, voorstellen in te doen, in te dienen, klachten in te dienen. Ja, dat is heel mooi, het democratische model. Maar dan kom je toch wel bij de uitspraak van Churchill. Het is een ideaal model, maar het is ook heel problematisch. Ja. Ja. Ja, precies, het werkt net in democratie, het werkt in de kerk ook zo dat het eigenlijk wel dat het heel ingewikkeld kan maken om het te besturen. Ja. Het werkt dramatisch, maar kom maar eens met wat beter. Precies. Ja. Maar dan is het interessant wat ook de oudste synodevoorzitter Hans Schenau, predikant, zei in een of schreef in een column in het Christelijk Middenkerkblad de Wekker, een soort steen in de vijver zou je kunnen zeggen, van ja, die landelijke kerkvergadering, dus die synode die beslissingen neemt die voor het hele kerkverband gelden, is zo ondemocratisch als wat, die club, even in mijn woorden dan. Allemaal mannen, meestal van een zekere leeftijd. Eigenlijk die verscheidenheid die je in huis hebt, zie je op die synode niet terug. Nee. Hoe kijk jij naar die kritiek? Dus dat die synode eigenlijk geen afspiegeling is van het kerkverband zelf. Nee, dat klopt. Dat heeft ook te maken met de vooronderstelling dat de mensen die daar zitten op zo'n synode wel besef hebben van wat speelt er allemaal in de kerken. Een synodeafgevaardigde, als het goed is, die komt er niet om zijn eigen punt te maken en het standpunt van zijn kerk aan te verdedigen. Maar wat is het beste voor de hele kerk? Weet ik wat in die kerk leeft? Inderdaad is het zo dat de structuur van synodes, ik spreek maar even voor de CGK, dusdanig is dat je er alleen maar naartoe kunt als je heel veel tijd hebt, dominees dus. Of wanneer je met pensioen bent als ouderling en diaken, of mensen die het bij hun baas voor elkaar krijgen om heel veel tijd vrij te krijgen voor de kerk. Ja, dat geeft al een bepaalde selectie. Dus je zou je af kunnen vragen, moeten we niet effectiever anders gaan vergaderen, zodat we meer recht doen aan het feit dat zo'n synode een hele kerk representeert. Dat op die synode daar ook mensen zitten die daar namens mijn kleinkinderen spreken. Ja. Nu heb je in Duitsland bijvoorbeeld kerkverkiezingen. Ja, kerkverkiezingen. Zou dat geen idee zijn? Ja, maar dan gaan mensen die moeten dan hoe moeten ze dan stemmen winnen en zo. En dan krijgen we wie het leukste uitziet en de hipste kleding heeft en zo. Herman Selderijs lijst 1. Ja, nee. Maar ik denk dat het ook wel een beetje gebeurt al op kerkelijke vergaderingen. Even kijken van jongens, wie sturen we daar naartoe? En wat is mijn mannetje? En terwijl je niet kijkt, over mannetjes praten wij. Niet kijkt naar, is dat iemand die goed kennis heeft, dat die een gezond geestelijk leven heeft. Maar dat je naar standpunten kijkt. Dus meer politiek, zeg maar, dan geestelijk zou je kunnen zeggen. Want je wil er eigenlijk geestelijk naar kijken, zeg je? Ja. En je kijkt meer politiek, want is tegenwoordig niet mijn standpunt. Ja, dat zie je, hè, als dan bekendgemaakt wordt wie is de afgevaardigde. Oh ja, dat zal een beetje die kant op gaan. Ja. Ja, want je kunt zo een beetje uittekenen inderdaad. Ja. En natuurlijk zit altijd een beetje een half-half in. En zeker in de christelijke kerk. Dat maakt het altijd een beetje lastig. Maar het helpt net een beetje over naar, nou ja, zullen de naar de wat zwaardere kant zeggen sommigen nu. Degene die iets meer tegen vernieuwing of invoering van bijvoorbeeld vrouwen in het ambt of iets dergelijks zijn. Ja. 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 Terwijl het beginsel is dat hoe zwart je pak ook is als je op de synode zit. En je staat open voor het gesprek en voor de argumentatie van anderen. Je bidt met elkaar om de leiding van Gods Heilige Geest. En dan kan het best zo zijn dat je aan het einde van de rit een positie inneemt en ook zo stemt die helemaal anders is dan je zelf verwacht had en waarvoor je misschien wel verantwoording moet afleggen in je kerk. Maar hier zijn we uitgekomen en ik ben ervan overtuigd, dit is het beste voor de kerk. Maar er is geen zwart pak die voor vrouwen in het ambt stemt.
Durf ik wel aan, zonder ze precies te verteld te hebben. Maar. Maar het zijn ook niet alleen zwarte pakken die tegenstemmen. Maar we moeten daar vanaf, hè? Daar moet je vanaf. Maar hoe kom je... Ja, goed, dit is nog niet helemaal een van de oplossingen, want we willen naar de radicale oplossing toe. Maar... Nou ja, ik bedoel, en de eerste vraag die dan natuurlijk bij mij opkomt, als ik dat zo hoor, maar waarom heb je dan eigenlijk een synode nodig? Even de... Dat is wat hij bedoelt. Twee weken geleden hadden we hier in deze podcast twee mensen van de... Van Christelijk Gereformeerd Zoetermeer. Ja. Samenwerkingsgemeente eigenlijk in Zoetermeer. En die zeiden, ja, die synode, ja, die moet ons gewoon veel meer ruimte geven. Prima, dicht bij de plaatselijke gemeente. Die moeten ons ondersteunen. Die moet alleen bovenplaatselijk regelen wat je bovenlijk plaatselijk moet regelen. Omdat je dat plaatselijk niet kunt. Maar voor de rest moeten we gewoon verregen laten worden. Ja, daar kunnen ze voorstel voor doen. Dat is democratisch. Als Zoetermeer zegt, we hebben een model waardoor je bij elkaar kunt blijven in een kerkverband en toch de plaatselijke gemeente meer ruimte heeft. Dan dien dat maar in. Maar wat vind je inhoudelijk van die kijk op... synode, de verhouding tussen de zo'n landelijk bestuur, synode en plaatselijke kerken. Wat ik van vind? Ja, wat zou dat oplossen? Alles is mogelijk. Het is maar een model, hè? Ja. Maar het model is niet heilig, want voor sommigen is dat wel heilig. Die zeggen, zo is het nu eenmaal, hebben we het met elkaar afgesproken. Ja, en zo laten we het. Met de kerkrecht geregeld. Ja. Ja, nee, een model is niet heilig. Een model is ook niet per se uit de Bijbel weggelopen. We zien in de Bijbel plaatselijke gemeenten en die doen wat met elkaar, die doen wat voor elkaar. En het is een heel natuurlijke ontwikkeling dat wanneer je met een aantal plaatselijke kerken bent, dat je zegt, nou, sommige dingen probeer je te samen doen. Daar is het kerkverband vandaan gekomen. Ja. Met name op de basis van, want wij hebben dezelfde overtuiging. En dat is, zo zijn we begonnen. En we zeggen maar even, die gereformeerde protestantse kerk in Nederland, 1571, in Emden, in een buitenlands product nog wel. Van, dit is onze basis, de schrift en de belijdenis. En op grond van die basis gaan we bij elkaar. Wat doen we nou samen? Wat mag iedereen plaatselijk zelf weten wat hij doet? Nou, als je naar dat model teruggaat, dan kun je ook met elkaar spreken over... Is het denkbaar dat je zegt, Zoetermeer, als jullie denken dat op grond van de Bijbel vrolijk ambtsdagen mogelijk is, dan moet je dat doen. Dan moet je met elkaar over spreken. Wat is jullie argumentatie daarvoor? In de segregatienode is nooit het minderheidsstandpunt, wat tot dusver het minderheidsstandpunt was, als onbijbels afgewezen. Nee. Dat wordt ook heel lastig, want dan moet je die mensen gaan aanpakken en zo. Dat hebben we niet gedaan. Je kunt dan wel afspraken maken, maar hoe doen we dat dan? Ga je dan ook vrolijke ambtsdagen afgevaardigd naar een klas waar veel mensen zitten die zeggen, ja, daar heb ik echt heel veel moeite mee. En dan zit je op een niveau van, als mijn vrouw een keer meegaat, als ik preek elke zondag, soms gaat ze mee. Soms komen in gemeenten waar mensen gewend zijn dat de vrouwen in de gemeente een hoed op hebben. Dan zet ze een hoed op. Ik wil geen aanstoot geven. Nee, je past je aan dat is plaatselijk. En dan zijn we hebben wij het geestelijke niveau om dat van elkaar te aanvaarden. Nou, maar over het model, daar kun je over nadenken. Dat is open. Maar een hoed is natuurlijk nog weer wat anders. Zeg maar, dan kun je zeggen, dat is minder fundamenteel dan als ze zouden zeggen, ja, neemt uw vrouw maar niet mee, want die is hier niet welkom. Dat zou een wat ander verhaal zijn natuurlijk. Dat gebeurt natuurlijk niet in de gemeente, even voor de helderheid. Maar op zo'n klassische vergadering waar je dus van verschillende gemeenten bij elkaar komt, daar zal worden gezegd dan, oké, heel leuk en aardig, maar we willen hier geen vrouwen. Ja, ik voorzie dat ook wel. Ja. Dat men zegt, ja, maar wij zijn ook wettig ouderling. Ik ben wettig ouderling, dus ik mag ook naar die klasses. Ja. Dus dan krijg je alsnog dat probleem. Ja. Als het je inderdaad daarom gaat, zoals nu gezegd wordt, onze gemeente kan het synodebesluit niet dragen. Dus wij willen graag voor onze gemeente vrolijke ambtsdagen. Dan verwacht ik ook dat je het niet voor hebt om te zeggen. Maar als anderen daar moeite mee hebben, dan houden we dat binnen onze gemeente. Want anders dan... Ja, dan en dat vind je wel voor jou wel een acceptabele... keuze, zeg maar, om dat zo te doen binnen een kerkverband, dat je inderdaad daar dan verschillende keuze in maakt, maar hou het dan wel lokaal. Ga dat dan niet ook nog eens een keer regionaal allemaal, daarvoor evangeliseren. Ja, ja. Laat het echt lokaal dan even. Ja, het is zoals dat in de CGK ook gebeurd is met Nederlands gereformeerde ambtsdragers, die niet naar klassen konden. Nee, want die samenwerkingsgemeente heb je dan van Nederlands gereformeerde en christgereformeerde. Dus het is denkbaar om zo'n model te bespreken. Ja. Dus ik zou ervoor zijn. Twee dingen daarbij. Het eerste is, ik wil dan wel graag weten van wat is jullie argumentatie voor vrouwenambt? Als de argumentatie is van ja, de Bijbel is een oud boek, dan moet toch over andere dingen spreken. Van wat is voor jou de schrift? Van als je dit gaat zeggen, de Bijbel oud boek, hoe denk je dan
over zo'n thema als de opstanding. Ja. Ja, je kunt niet zeggen, niet meer van deze tijd, nee, is geen argument. En dat heb ik wel steeds gevonden in de rapporten over deze thematiek, ook bij de minderheid. Dat je serieus naar de schrift wilt luisteren. Hmm. En voor zover ik dat tegen ben gekomen, ook bij Nederlandse gereformeerde kerken en ook bij gereformeerde bondsgemeenten, probeert men oprecht te luisteren naar de schrift. Hmm. En als die overtuigend is, dan is het denkbaar om een model te vinden waarin je dat met elkaar accepteert. Of je moet zeggen, als het voor een deel te lastig is, nou, laten we dan zorgen dat we rap uit deze discussies komen, want we hebben andere dingen in ons hoofd als kerk. Kunnen we ons misschien gaan reorganiseren. We hebben nu verschillende kerkverbanden, er zitten maar plaatselijke kerken, die hebben zich met elkaar verbonden. We merken een diversiteit die haast niet meer te handelen is. Nou, plat gezegd, want we hebben niet zoveel tijd, geloof ik. Dus hef die kerkverbanden op. En dan kijk hoe je opnieuw kunt gaan groeperen. En ga daar rap aan de gang met waar je eigenlijk kerk voor bent. Ja, want het ene wat jij zegt, het is heb respect voor elkaar. Dat je er wat verschillend in staat. Maar dat blijkt uiteindelijk best wel ingewikkeld te zijn. Omdat je zegt, ja, je kunt op beide, ook vanuit de Bijbel, argumenteren. Vrouw in het ambt of geen vrouw in het ambt. Dat kun je allebei op een respectabele manier doen. Maar toch kun je elkaar dan, kan het zijn dat je elkaar helemaal niet vindt. Dat de ander dat toch niet accepteert. Welke keuze je maakt. En dan zou je op zo'n herverkaveling komen. Dus dat zeg maar even de radicale oplossing zou je kunnen zeggen. Opheffen, anders indelen. Wat zou dat voorstel zijn? Hoe zou het eruit moeten zien? Als jij zo nu naar de gereformeerde kerken breed in Nederland kijkt. Ja, even terug naar dat eerste. Kijk, ik zeg niet, je kunt de Bijbel op meerdere manieren lezen, dus laat iedereen vrij zijn. Ik spreek vanuit de christenmeerde situatie, waarin je een meerderheid en minderheid rapport hebt, standpunt hebt, waarvan gezegd is, geen van beiden is onbijbels. Ja, dat is interessant natuurlijk. Ja, hè? Als je dat zegt, precies, als kerk, dan moet je ook zoeken naar een weg om die andere groep, die minderheid, een plek te geven. Ja. En dan. En dat is wel wat ik geleerd heb in de afgelopen maanden, de afgelopen 2 jaar. Dan helpt het kerkrecht niet wanneer je zegt, ja, maar die synode heeft een besluit, daar moet je gewoon aan conformeren. Nee. Dan helpt het niet om je uit Zoetermeer, uit de klassische, te schorsen. Dan zoek met elkaar naar, hoe gaan we dit nu doen? Ja. Ja. En als dat niet lukt om een andere vorm van organisatie te krijgen, dan zou je kunnen gaan naar herverkaveling, ruilverkaveling. Mm-hmm. Wat eigenlijk ook al plaatselijk gebeurt. Maar eigenlijk is het toch, Herman, het is toch verschrikkelijk eigenlijk dat we het hierover moeten hebben. Ja, is ook dat we er niet uitkomen. Ja. Ja. Want dat was waar. Ik merk wel dat. Ik snap heel goed dat je hierbij uitkomt. Want dan moeten we misschien op een andere manier organiseren. Maar het is toch. Moeten we dan niet ook daar eens even dan een boetedag of zo bij beleggen? En tegen God zeggen dat het om vergeving vragen dat we er niet samen uit zijn gekomen. Ja. Want het is toch, herverkaveling is toch niet naar het evangelie. Nee. Dat zij alle één zijn, daar bidt Jezus om. En... Nee, maar... Dat gaat bij die apostelen al mis. Dat, ja, dat, nou, precies. Als jij nou daar langs gaat, dan ga ik daarin. En, maar dat is toch vreselijk? Maar ze bleven toch wel één. Vind je dat niet... Ja, als wij nou... dat zullen jullie niet doen, maar als wij nu... Ik weet niet eens welke kerk je zit. Jullie weten wel van mij, ik weet niet van jullie. Maar als we nu zeggen, na afloop van deze podcast... Ja. Jongens, we doen samen een gebed. Ja, dan dat vind ik de ene in Christus. Ja. Maar dan hoef ik niet... Er hoeft geen organisatorische... Het zou mooi zijn, maar je moet een beetje nuchter blijven. Misschien heb ik wel te veel kerkgeschiedenis gelezen. Dat denk ik. Dan krijgen we niet op elkaar. Maar dat maakt het ook heel ontspannend, hoor, in zulke situaties. Ja, het is altijd al gedoe geweest. Dus... En het wordt ook niet volmaakt. Dat betekent niet dat de kerkmuren zo hoog zijn dat je niet meer met elkaar praat. Je houdt dat contact met elkaar. Je kunt geestelijk met elkaar in gesprek en samen bidden. Maar als organisatie ga je het anders organiseren. En maak je er herverkavel je de boel. Zodat het meer passende gemeenten bij elkaar zitten. Die het ook eens zijn over toch wel fundamentele zaken. Als bijvoorbeeld, neem even vrouwen in het ambt toch maar. Ja, passend. Ik snap wat je bedoelt. Ik wil daar proberen zelf voor te waken. Hè? Dat ik alleen maar in de kerk wil zitten met mensen die bij mij passen. Mm-hmm. Nou, hoe zie je dan dat je daar elkaar een verkaveling voor? Laten we daar nog even toch voor even concreet maken dan. Ik blijf vanuit de CGK-stand. Ja. Dus er zijn, je noemt jezelf al, in de PKN zijn er gemeenten, in de bondsgemeenten, die hebben vrolijke ambtsdagers. Nederlands gereformeerde kerken, sommige de meeste voor, sommige wat tegen. CGK grote verdeeldheid, dus grote diversiteit. Maar al die gemeenten die zeggen, wij willen gereformeerd zijn.
Wij staan op de Bijbel en de beledening. Precies, daar gaan we even van uit. Ja, dat is het uitgangspunt. Maar op dit punt komen ze niet bij elkaar. Als je dan niet een kerkverband kunt bedenken waarin die ruimte is, dan zou ik zeggen, we besteden zoveel energie aan kerkelijke vergaderingen, aan discussies en zo. Mm-hmm. En we hebben die energie ergens anders voor nodig. Ja. Dan gaat reorganiseren. Als jij zegt, ik ben gereformeerd met voornaamd, ik ben gereformeerd zonder voornaamd, organiseer het, heb je dat kerkverband daar, dat kerkverband daar. En dan ga alsjeblieft aan het werk met zorg voor jonge mensen, verkondiging van de evangelie naar buiten. Dan, jij noemde dat, maak je ook een statement naar buiten. Blijf niet hangen inderdaad bij dit soort discussies. Ja. Maar even concreet nog, kun je dat invullen, zeg maar. Dus het zou dan soort in tweeën verdeeld kunnen worden. Het zijn er al minder dan er nu zijn trouwens. Maar als je het zou kunnen verdelen in een groep met vrouwen in het ambt, een groep gereformeerde kerken zonder vrouwen in het ambt. Hoe zou die van bijvoorbeeld zonder vrouwen in het ambt eruit kunnen zien? Er zit een deel christgereformeerd in. Ja, je krijgt dan, zeg maar, landelijk wat plaatselijk al gebeurt. En plaatselijk in de segregatiesituatie kan het zijn dat ik zondagmorgen een ex-vrijgemaakte, dus een NGK'er op de preekstoel heb. En s'avonds een gereformeerde bonder. En de volgende week zondagmorgen een HK'er en smiddags een segregaar. Dat heb je plaatselijk. Is dat eigenlijk in heel veel gemeenten al het geval? En ik hoor ook steeds vaker van, ja, maar als die toch bij ons op de preekstoel kunnen, van waarom kunnen we dan niet in kerk zitten? Nee, en samen het avondmaal vieren. Ja, dat gebeurt ook. Of wat we nu aan de TUA meemaken. Nee, we hebben nu een hoogleraar van de Protestantse Kerk in Nederland. We hebben een Henk van der Belt, hè? Ja, de TUA is de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Oh, ik dacht dat iedereen dat wel wist. Maar nu wel. Ja. En anders ondertitel Daniel dat allemaal wel. We hebben docenten die van de gemeente zijn, van de HK zijn. Ja. Nog een beetje CGK voor het evenwicht. Dus en daar zie je het een beetje gebeuren dan. Maar dat is nog niet de herverkaveling op dit terrein. Maar wel dat kerken herstelt de vorm, geeft minder bond, geeft minder gemeente en natuurlijk dus christgereformeerde samen in een kerkverband zouden kunnen zitten. Is de CGK en de HK en soms ook de deel van de bondsgemeente staan heel dicht bij elkaar. Doen we alles samen. In andere steden is het CGK en NGK. Je ziet het dus plaatselijk gebeuren. Maar landelijk kunnen we het nog niet organiseren. Nee, want dan zitten we nog steeds met die oude structuur. Ja. En dat zou eigenlijk een beetje de verdeling kunnen zijn. Want het voorbeeld dat je net noemde, dat is hoe christgereformeerden inderdaad met allerlei kerkverbanden al te maken hebben. Ja. Dat je kunnen zeggen, oké, christgereformeerden en herstelde vormden en misschien wat GGM en gereformeerde bond en nog wat vrijgemaakten die echt radicaal tegen vrouwen in het ambt zijn, die kunnen samen een kerkgenootschap vormen. Aan de andere kant heb je christgereformeerden, Nederlands gereformeerden. Ja. En wat gereformeerde bond die ook met elkaar een gereformeerde kerkverband kunnen vormen. Ja. Zo zou het er ongeveer uit kunnen zien, grofweg. Ja. Maar ja, ik kan dat maar misschien nog een bevindelijk. Ja, maar goed, we praten hier gewoon als gedachte-experiment. We hoeven het allemaal niet te regelen. En dan heb je nog ergens een bevindelijk gereformeerd kerkverband nog weer daarnaast. Ja, dat denk ik wel. Hoewel er ook daar ritselingen zijn in de gemeente in Nederland van meer samenwerking, waar men dat ook wel ziet. Maar dat is denk ik in deze fase nog een stap te ver. Ik wil graag terug naar hoe zijn we met elkaar begonnen? En dat was heel eenvoudig. Plaatselijke kerken sluiten zich aan één, regelen dingen samen, regelen dingen, dat kun je zelf thuis regelen. Er is een gezamenlijk fundament. En in de loop van de tijd zijn we knap uit elkaar gegaan. Zodat het niet meer uit te leggen is. Aan buitenlanders vond ik het altijd heel lastig. Aan jonge mensen begin ik er helemaal niet meer over. Dus hoe gaan we dat nu met elkaar aanpakken? Ja. En als je zegt, wij zijn gereformeerd, reformatorisch, dan zeg je impliciet, ik ben altijd bereid om na te denken over verandering. Want die reformatie was een beweging van vernieuwing en verandering. En dat kom ik niet zo heel veel tegen. Nee, dus dingen zijn altijd, structuren zijn altijd tijdelijk. Als we in deze tijd, wat is het op basis van, wat is het, de Bijbel en ons eigen geweten, tot de conclusie komen dat de dingen anders georganiseerd moeten worden, dan hebben we de plicht om dat te doen. Ja, dat is onze taak, want wij zoeken het goede voor de kerk van Christus. Dat is, en wij zoeken het behoud van mensen. En daar is een kerkmodel, een kerkorganisatie ondergeschikt aan. Dat is een middel. En dat kun je wijzigen, dat kun je anders vormgeven. En dat vind ik ook het mooie model van dat hele Calvijnse kerkmodel. Zo leg ik het uit op colleges.
Het is een soort IKEA-model. Hè? Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen. Ja. Maar het past altijd. Het is makkelijk in elkaar te zetten. Je kunt ook zo uit elkaar halen. Je kunt de boekenplanken 20 centimeter hoog maken, 40 centimeter hoog maken. Kijk maar wat je het beste uitkomt. Maar het beginsel is, ik heb een boekenkast nodig. Of ik heb een bed nodig. En ik heb hout nodig en schroeven. Nou, dus de ingrediënten die zijn er. Maar hoe je ze in elkaar zet, dat is vrij open. En we roepen dat, we doseren dat, we beschrijven dat. Maar we doen het heel weinig. En het is eigenlijk dus een heel ander kerkmodel, even voor het begrip, dan bijvoorbeeld het katholieke kerkmodel, waarin je, ik zoek even naar een parallel met de IKEA, ja, die je noemt. Dat is al een soort kasteel. Ja, je koopt het in één stuk, zeg maar. Ja, ik wil zeggen, het is één stuk. Om niks te monteren. Je kunt erin en eruit, maar dat is het. Ja. Maar het staat op zichzelf. Vroeger eikenbankstel, zeg maar. Ja, precies. Er is gewoon niks aan te doen. Dat is wat het is. Maar komt het omdat de mensen dat toch... Want eigenlijk pleit je voor ons inderdaad doorgaande reformatie erover blijven spreken. Niet alleen qua model, maar is het ook qua inhoud dan trouwens? Of is het vooral dat model wat dan ter discussie mag staan? Wat bedoel je met inhoud? Inhoud is de standpunten over vrouwen in het ambt, bijvoorbeeld. Zou je kunnen zeggen. Dat gaat meer over model en kerkorganisatie. Ja. Is nog wat anders. Dat geldt ook niet voor iedereen, die zal het niet allemaal zo onderschrijven misschien. Maar ze zullen ook zeggen, dit is heel veel bijbelse gronden en daarom moet dat zo zijn zoals het nu is. Maar over die inhoud, daar zit ook een ontwikkeling in natuurlijk. Ja, in dat denken. Ja, want we krijgen over een paar jaar weer gewoon een nieuwe discussie ergens over. Ja, dus dan moeten we weer gaan herverkavelen, of niet? En na 5 jaar weer. Maar dan hou je wel hele kleine kaveltjes weer over. Ja, precies. Dat is weg zien te komen. Ik weet het niet hoor. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik zie wel dat we nu in een fase zitten waarin de visie op de schrift en de toepassing van de schrift in de tijd een grote rol speelt. Hoe lezen wij de Bijbel? Dat is ook het thema geweest in de reformatie. Dat is het thema geweest rondom bewegingen in de 19e eeuw. Ik ben er wel van overtuigd dat wanneer we met elkaar zeggen, maar de schrift, dat is onze norm. En dat we daarover met elkaar in gesprek blijven. En dan kom je niet altijd bij dezelfde standpunten uit. Maar goed, nou val ik in herhaling. Ja. Maar toch nog even, waarom zou dan de oude Nederlandse hervormde kerk is wel eens een hotelkerk genoemd, waarin dus gewoon iedereen had zijn eigen kamertje, maar voor de rest wist niemand zo goed waar die ander mee bezig was. De kerk die opgegaan is de Protestantse kerk, om maar even te ondertitelen. Ja, het is toch zo fijn dat Daniel even ondertitelt. Ja, heeft er wel verstand van. Ja, heeft er wel verstand. Ja, heeft er zeker verstand heeft van. Gevoel, maar waarom zou dat die niet? Of een soort paraplu-kerkverband, zoals je bijvoorbeeld in Duitsland ook hebt, waarin al die gemeenten en al die stromingen en soort allemaal bij elkaar kunnen zich misschien op basis van modaliteit kunnen organiseren, maar ergens gewoon één naar één kerkorganisatie kunnen, één Protestantse kerkorganisatie. Ja, ja. Ja, waarom ben je daar niet voor? Waarom ik daar niet voor ben? Dat heeft te maken met die basis van de schrift. Hè. Het probleem met de Nederlandse Vormde Kerk en voor een deel ook met de PKN is voor velen van ja, die Bijbel en de belijdenis, die staan er toch wat wankel. Hè. Laat ik het voorzichtig zeggen. Het is niet voor niks dat er een gegeven bond is die dat aan de gang probeert te houden. Of dat allemaal, of dat de oplossing is, dat geldt net zo goed voor de oplossing die ik voorstel om erover na te denken. Ik woon zelf in het mooie Hasselt, boven Zwolle, 7000 inwoners. Daar hebben we ook na de fusie van de PKN in plaats van 2-3 kerken overgehouden. Dus de gereformeerden zeggen, maar wij gaan niet bij de hervormden zitten. Die hervormden zeggen, we gaan niet bij de gereformeerden zitten. En er was dan een gegeven bondsgemeente die zegt, PKN, ja, dat gebeurt ergens in Utrecht, geloof ik. Ja. Maar wij zijn niet geen idee, ja. Plaatselijk is er niks veranderd. Dat verandert niet veel. En dan zijn we ook bij, denk ik, het eigenlijke probleem. En dat probleem, dat ben ik. Ik zal het niet bij jullie leggen. Maar ik kan wel roepen, verandering en vernieuwing. Maar ik ben zelf ook heel moeilijk in veranderingen en vernieuwingen. Tenzij het de kant op gaat die ik graag wil. Hmm. En als daar wat meer mensen last van hebben. Simon Justus en Peccator, we blijven ook als gelovige mensen toch wel een beetje zondig en soms heel veel. Ja, dan wil ik wel graag naar een kerkorganisatie zeggen, ja, maar zo ook wel graag willen. Ja, daar ga ik naartoe. En dat hebben we al genoeg gehad in Nederland. Dus bij dat punt over het nadenken van de kerkorganisatie hoort ook het punt van hoe sta ik geestelijk in de dingen, hoe sta ik tegenover God en mijn naasten. Ja. Komt het punt van het herverkavelen wel dichterbij, denk je? Je hebt een paar jaar geleden weer ook wat over gezegd. Maar de mensen worden het ook inderdaad enigszins zat, denk ik. Denken, los dit dan maar eens even op. En zodat we weer door kunnen.
wordt dat breder gezien, denk je? Krijg je er bijval bij? Of is dat... Ik kreeg wel bijval. Ik kreeg wel kritiek. Kun je wel zo over de kerk spreken, herverkaveling. Maar wel veel bijval. Maar ja, mensen vragen dan aan mij van... Ja, maar hoe moet het dan concreet? Dat vind ik ook wel lastig. Want dan, je zou dan als synode... Dan zijn we terug, want het is een beetje een vicieuze cirkel. Mm. Als synode moet je zeggen, nou, we heffen ons op. Ja. Allemaal tegelijk, ja, ook bovendien. Dus, ja, je zou misschien een virtuele herverkaveling eerst kunnen doen. Deze via een computerprogramma zegt, nou, wat past nou allemaal, wat hoort nou bij elkaar? En dan kijken of het lukt. Wat ik wel van overtuigd ben, is dat als we het als kerken, als kerkelijke organisatie niet doen, dan gebeurt het steeds meer door de mensen zelf. En dat is wat wij... En de vraag is of je dat wilt. Ja. Ja, ja. En in welk deel van die twee kerken zou jij terechtkomen dan trouwens? De middelste. Nee. Dat is geen antwoord. Nee. Ja, ik kan vanuit de schrift niet komen tot vrouwelijke ouderlingen of predikanten. Dus dan zou het wel bij dat andere soort zijn. Maar ik zou dan wel graag een loopbrug willen naar het andere. Ja, je wilt daar nog wel. Je bent dan lid van degene die geen vrouw in het ambt hebben. Je wil wel preken, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt nu ook. Zoiets. Ik preek overal. Ik hou overal dezelfde preek. En die mensen zijn mij lief en ze vragen mij ook nog steeds. Ja. En daarom denk ik van, dat moet toch mogelijk zijn. Ja. Dus die verbinding, eigenlijk zou je dan toch wel weer pleiten waar wat Dick net even noemde. Alles bij elkaar, want we zijn inderdaad op basis van schrift en beleid wel samen. Ja. Dat je het daarover eens bent. En daarbinnen, daar verschil je wel van mening. En plaatselijk voel je dat wat anders uit. Ergens denk je dat het toch veel simpeler nog dan herverkavelen. Juist alles samen. En kijk plaatselijk gewoon waar je inderdaad zoiets en landelijk met vrouwen regel je dan alleen maar de... Noodzakelijke dingen over geld. De pensioenen, weet ik wat. De pensioenen van de predikanten of zo. Ja, en dat, want dat is de andere kant van de zaak. Er zijn... Ook gemeenten en ook personen die zeggen... ja, maar kerkverband, jong, wat heb je eraan? En synode dit en zo. Nou, en, zeg, ja, en als nou jouw predikant ziek wordt? Mm. Hè? Ja, of hij rijdt een scheve schaats. Of hij komt te overlijden. Ja. Of je gaat met emeritaat en de meritikast zegt in één keer... ja, synode heeft al besloten dat je zoveel geld krijgt. Maar dat doen we niet, hoor. Je krijgt maar de helft. Zeg je dan ook van, ach ja, synode besluit. Dan in één keer, dan zijn het de heilige wetten. Ja. Dus het moet wel een beetje eerlijk zijn. Ja, het belang van die kerkverbanden is er zeker. Dat je naar boven plaatselijk dingen regelt en niet alleen maar alles plaatselijk gaat doen. Ja. Alleen, maar naar een grotere koepel, zoals je zegt, dat moet mogelijk zijn. Ja. Wat ik aansprekend vind aan jouw oplossing is dat het heel nuchter is. Echt die IKEA. De IKEA-aanpak, zeg maar. We moeten een paar dingen regelen. Dat doen we niet met enorm grote principes, maar dat doen we vooral heel praktisch. Wat werkt er in deze tijd? Niet meteen op alles het label Bijbels of niet Bijbels plakken. Maar en dan hou je namelijk ook een beetje energie over voor de dingen waar we, waar het misschien wel echt over moet gaan. Ja. En dat zijn niet al deze kerkelijke discussies. Ja, en het geeft heel veel negativiteit. Maar kun je het voorstellen dat mensen nu luisteren en denken, inderdaad, die negativiteit, ik word hier doodmoe van. Die knap ik eerlijk gezegd eerder op af, op dit soort gesprekken, dan dat het me inderdaad energie geeft. Wat moeten die mensen? Ja, ik laat ze maar een keer bellen of zo, of een mailtje sturen. Ik wil met ze praten. Soms denk ik ook van, jongen, wat doet er? Waar maak je toch druk over? Maar als ik zeg, die kerk is niet van mij, dan zeg ik iets over mijn eigen houding. Maar dan zeg ik ook voor wie ik actief wil zijn. En als we dat zien, en dan geloof ik dat ook die mensen die er moe van zijn. Hey, ik heb ook al mensen gesproken in de CGK-synode die zeggen, maar ik kom hier dus nooit weer. En als je dan wat langer met ze praat, zeg je, kom op jongens, hè. Maar dat zul je bij de krant ook wel eens hebben. Ja. Ja. Ik probeer iets te zeggen, iets te brengen dat misschien weer nieuwe energie geeft. Ja. Maar goed, ik snap dat ze jou kunnen bellen. Maar het punt zit meer in dat uiteindelijk, doe het dan op deze manier. En dan zijn we inderdaad vanaf, maar doe in elk geval iets. Want je blijft, je kunt hier heel lang over blijven discussiëren. Op elke millimeter natuurlijk. En dat is wat er voor een deel ook gebeurt. En inderdaad voor, noem het evangelieverkondiging, waar het om gaat, wat de kerk uiteindelijk dient te doen en andere mensen te helpen, dat is wat er uiteindelijk maar minder dan energie naartoe kan gaan. Ja. En dat is eigenlijk waar natuurlijk denk ik ook wel worsteling mee is. Ja. Ja. Maar ik vind het wel aardig van je dat mensen hier mogen bellen. We zullen niet je telefoonnummer in de aftiteling zetten. Is snel te vinden. Dank Herman voor deze uitleg en schets van waar het heen moet.
Daar zijn we weer wat wijzer van geworden. Dank voor jullie vragen en voor het prettige gesprek. Mooi. We zijn benieuwd hoe dit verder gaat uitpakken. En of je inderdaad toch een soort computerprogramma komt waar je, dus, je vult wat in over je gemeente. En dan blijkt gewoon waar je hoor je thuis. En daar ga je dan gewoon volgens sluit je bij aan. En dan wordt het heerlijk voor je geregeld eigenlijk. Ja, nou, dan zie ik je zondag wel. Heel goed. We hebben hier ook wel veel over geschreven, Dick. Ja, absoluut. Dus, echt ontzettend veel. We blijven dit ook op de voet volgen. Kijk daarvoor op nd.nl en loop je vroeg of laat tegen een betaalmuur aan. Dat is nou eenmaal zo, omdat goede journalistiek geld kost. Overweeg dan eens een abonnement af te sluiten. Dan kun je echt alles lezen wat we over deze en andere problematiek in de kerk schrijven. Zo is dat. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.